Hi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een extra video. Voor degenen die al meer video's van mij hebben gezien, die hebben misschien meegekregen dat wij als gezin een maand naar Mexico gaan. En ik dacht van, ik maak een extra video met wat neem ik allemaal mee voor mij en voor de kleine Jagger. Ik begin met de koffer van Jagger. En we gaan voor haar een handbagage koffertje inpakken. Hi. Kijk, we hebben een eigen koffertje voor haar. Daar kan ze op zitten. Alleen omdat ze nog niet zo stabiel is, hebben we toch besloten om even voor ons een makkelijker koffertje mee te nemen. En dat wordt deze. Wat ben je allemaal aan het doen, vriendin? Zo gaat het een lange paktocht worden. Zeg, wat wil jij allemaal meenemen? Ja. Zullen we pakken? Ga je helpen of ga je alles er weer uitgooien? Oké, ik heb de camera even hier neergezet. Hier ligt de koffer. Ik had dus al wel een paar dingetjes klaargelegd. Nou, ik dacht dus voor in het zwembad. Deze. Dan ben ik eerst een beetje de praktische dingen gaan kopen. Zoals spul voor muggen. Die ook geschikt is voor baby's. Natuurlijk zonnebrand. Deze heb ik bij de Ethos gekocht van Naïef. En dat is sunscreen factor 50. En baby paracetamol heb ik ook gekocht. Gewoon voor de zekerheid. Dan natuurlijk een dun slaapzakje. Ik heb deze van... Deze heb ik bij de Hema gekocht. En die is lekker van... 100% katoen en lekker dunnetje. Dus die is ook wel heel fijn. Dan had ik gisteren of eergisteren bij Big & Belg, die kledingwinkel voor kindjes, waar ze overigens hele leuke dingen hebben. Had ik van Boohoo Chooses dit aardbeienpakje gekocht. We hadden wel wat leuke zomerdingetjes, maar veel was van afgelopen zomer en daar is het dan net een beetje te groot voor. Nu. Dan toen ik in de Hema liep, had ik dit hele schattige... paarse rompertje gevonden. Waarvan ik dacht, is ook wel heel gezellig en cute. Dan heb ik dit. Dit vind ik echt het allerschattigste. Dit kleine zwempakje. Zo. En heeft dus ook in dezelfde zwemstof zo zonnecap. Ik hoop zo erg dat ze het op gaat zetten, want ze is echt een de worst in spulletjes op haar hoofd. Ze trekt het altijd meteen af. Deze. Zo'n... Nou, ik denk helemaal lekker voor met het warme weer daar. En dan is hier een heel klein jurkje. Dit is van Stella Kids. Die gaat ook mee. En daar zit, als het goed is, een klein... Oh ja, hier, kijk. Zo'n klein broekje bij. Met een bananenprint. Dan hebben we dit jurkje gekocht. Al denk ik dat dit jurkje echt nog een beetje te groot is. Maar dit hebben we bij de Zara gekocht van de week. En hier, kijk. Een lekker stoer t-shirtje. Die eigenlijk nog een beetje te groot is. Maar ik dacht wel lekker voor op het strand of aan het eind van de dag. Ik weet niet, ik vond het wel leuk als een beetje een stoer groot t-shirtje. Dan van Molo Kids heb ik ook nog dit bakje. Wat meegaat. Een klein broekje. Zie je, we hebben al best wel veel. En een klein mini jurkje. Haar verjaardagsrok neem ik denk ik ook mee. Nou, het ziet er nu dus zo uit. Misschien is zoiets wel lekker voor in de avond. Wat? Rompertjes. Oh, hallo. Ben je moe, Jack? Ja, kom maar. Oké. Ik ga straks verder. Maar ik ga door. Ik ga even kijken. Ik ga eerst in mijn kast even wat spullen pakken waarvan ik zeker weet dat ik ze mee wil nemen. Een paar dingen die ik dus speciaal ook voor Mexico heb besteld is... Deze bed van Isabel Morin.
Dus die neem ik mee. Ik had deze in het rood van Jacquemus. Daar was ik blij mee. Dus nu dacht ik voor Mexico, voor als het heel warm is, lekker. Deze heb ik overigens van Farfetch. Heb ik een witte. Dus die gaan sowieso mee. Leuke sterrenoorbellen. Die vallen uit deze hoed van Mochi, die ik misschien ook wel meeneem. Wat ik 100% zeker meeneem, zijn deze bikinis van Alex. Deze heeft zijn hoog broekje, wat ik heel mooi vind. En die heeft dus zo'n topje. Dan is deze, vind ik een hele leuke print. Dit is zo'n broekje. Zo'n topje. Oké. Maar in ieder geval die je ook helemaal met touwtjes zo om je buik kan doen. En dan is het altijd een beetje de vraag met schoenen en slippers. Ik vind namelijk deze die ik heb van Isabel Moral, daar ben ik echt heel blij mee. En die zijn super leuk. En die zitten heel chill, maar je moet wel even zin hebben om dit altijd maar om je enkel te knopen. Ja, misschien omdat het gewoon super easy is, neem ik lekker deze Havaianas mee. Dingen die ik sowieso meeneem is dit tie-dye t-shirt met smiley van Le Café Noir. Deze komt overigens ook weer terug. Binnenkort worden die geleverd. En dit is gewoon forever mijn lievelings t-shirt, dus die gaat sowieso mee. Dan deze trui van Isabel Moran, die heb ik via Make a Shoe Heaven in Oostenrijk. Dit blauwe t-shirt van Gay's Tools. En even kijken. Deze kleine Jacquemus tasjes meenemen. Ik had dit jurkje. Die had ik aan naar de Grand Prix. Maar die is top voor vakantie. En die is van dit merkje. Het heet Crochet. Oké, kijk. Ik neem die mee. Omdat, kijk, daar zit ook dus een super chille short bij. Nou, deze jurk heb ik laatst in een vlog laten zien. Deze. En die is echt een super leuke jurk. En die is van het merk Cecilia B. Als je van kleur houdt, dan moet je zeker even gaan kijken op deze site. Want echt, die jurken zijn niet normaal. Daar heb ik ook die grote flaphoed van. Dus die gaat ook mee. En deze handdoek. Ik dacht wel heel leuk om mijn eigen handdoek mee te nemen. Daarnaast heb ik een paar van dit soort dingen. Dit is dan een jurkje en ik heb dit heet Welcome to the Love Club. Je moet dat even op Instagram opzoeken. Maar die hebben dus allemaal van dit soort dingen en die had ik al een tijdje. Maar ik had nog nooit de tijd gehad om het aan te trekken, dus dat neem ik ook mee. En dan heb ik nog wat andere varianten ook. Dit is volgens mij... dit is gewoon een sjaal daarvan. Maar dus leuk om over je bikini heen te knopen. En dit is volgens mij een kimonootje. Dan heb ik ook zo'n schattig bustier topje. Dit is ook van Welcome to the Love Club. Dan natuurlijk dit eigen pak van Le Café Noir. Die is super chill. Deze met bloemen, dat is die met een hier grote strik in het midden met een matchende broek. Het is echt zo'n lekker pak dat als je het niet weet en je doet een slippertje aan en een leuke oorbel. Nou, dan zie je er meteen helemaal leuk uit. Dan is dit een beetje een twijfelgeval. Joek, ja. Wat vind je hiervan? Over een bikini. Ja. Zal ik dat meenemen? Of zeg je... Nou, ik denk dat het wel leuk is. Oké, we gaan slapen. Oké, doei. Tot later. Kijk, dit is een soort kaftan. En ik heb deze volgens mij
bij Sluis op Ibiza gekocht. Dan nog een paar bikinis. Deze is, gaat ook mee. Deze is van Ted Swimwear. En daar zit ook een heel leuk broekje bij. Dus dat gaat mee. Ik vind het de laatste tijd best wel moeilijk om leuke shortjes te vinden. Maar bijvoorbeeld, ik moet nog even een spijkerbroekje. Of misschien dat ik een jeans ga afknippen nog even snel. Want ik vind dit soort topjes bijvoorbeeld wel echt heel leuk op een spijkershort. Oké, dit is hoe het er nu uitziet. Nog mijn beauty spullen en dat soort dingen. Hij begint al aardig vol te raken. In de categorie zonnebrand. Ik vind vooral heel veel dingetjes om extra bruin van te worden. Ik heb wel deze factor 15 en factor 30 van Dior. En deze 15, maar daar zit een glittertje in. Ik denk niet dat Yuki daar heel blij van wordt. Maar voor het vliegtuig neem ik gewoon lekker gezonde dingetjes mee. Ik maak denk ik gewoon een klein lunchboxje met wat fruit en een broodje. Is dit iets wat ze heel erg lekker vindt? Dat is pap. Dus ik dacht, ik neem daarvan een zak mee. Deze speldkoekjes, die heeft ze de laatste keer gegeten. Die vond ze ook heel erg lekker. Dus ik dacht, dat is handig voor als we onderweg zijn of in het vliegtuig. Dan op iedereen's aanraden. Ik heb het nog nooit eerder geprobeerd. Dus ik wist ook niet welke lekker was. Maar ik dacht, als we bijvoorbeeld heel lang in de auto zitten, omdat we echt door Mexico heen gaan reizen. En of in het vliegtuig of waar dan ook. En ik heb even niet echt iets te eten. Heb ik voor de zekerheid dus dit soort dingetjes gekocht van Ella's Kitchen. Dat heb ik gewoon bij de Albert Heijn gehaald. Deze bijvoorbeeld strawberries, apples. En deze is veggie. Couscous. En ik heb ook nog deze. Hey, ik hoor iemand, ze wordt wakker. Dus dat zijn eigenlijk even wat dingetjes die ik heb gekocht voor in het vliegtuig. Voor een noodgeval of zo. Ik ben zo goed als gepakt. Nog een paar dingetjes voor Jagger. Zwemluiertjes van Lily Doe heb ik die. Zodat ze lekker kan zwemmen daar in het zwembad. En niet dat ze daar de hele zwembad onder poept. Verder moet alleen nog even een paar schoentjes. En dan denk ik dat we er wel zo goed als zijn. Ik had deze schoentjes gekocht bij de Mango. Maar ik weet dus niet. Ik denk dat ze nog een heel klein beetje te groot zijn. Anders misschien deze. Oké, ik heb de allerlaatste dingen gepakt. Ook nog even deze draagzak van Artie Poppen. Die ook wel heel erg belangrijk is. Want we gaan haar fietsuren en misschien kunnen we haar in de draagzak dragen. En hoeven we niet altijd de kinderwagen mee te nemen. Voor nu ga ik lekker eten bestellen. Eten. De laatste spulletjes voor mezelf pakken. Yuki helpen met pakken. En dan slapen, want we vliegen morgenochtend om 9:30. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En natuurlijk dat jullie de video van Mexico straks leuk gaan vinden. En dingetjes herkennen die wij hebben ingepakt. Nou, vergeet niet te abonneren en dikke kus